Het was echt een close finish. Bij Heracles, maar kan ook genieten van de dansers naast mij. Het gaat mij erom het bewegen, het enthousiasme wat men heeft, en daarmee sluit ik aan wat net gezegd werd ook, dat is een mooie combinatie, ook met betrekking tot gezondheid. En Heracles heeft weer winnen, joh, dat doet ze. En Heracles heeft weer winnen, nog voor de wedstrijd is begun. En verspelt ze tussenkeer, maakt niks goed, ja maakt niks goed. En verspelt ze tussenkeer, doe een bol, wint ze wat weer. Ja, ik ga naar de Spelen, dus het lukt. Ik heb met almeloze bedrijven heb ik het inderdaad wel geflikt. Heel goed. Dus je bent ook commercieel slim. Ja, ik doe die opleiding, dus dan. Je bent er nog. Goed, vanavond ben je hier en ben jij gekozen tot sportvrouw van Almelo in 2015. Kijk me nou eens heel diep in mijn ogen. Had je dat verwacht? Ja, ik ga naar de Olympische Spelen. Dat zou wel een beetje raar zijn dan. Ik moet eerlijk zeggen, Iris heeft het ook fantastisch gedaan in 2015. En zij verdient ook een prijs. Dat betekent dus dat jij naar de Olympische Spelen verhuist. En daar leek het in december al helemaal niet op. Of helemaal niet, 8 seconden. Ja, ik kwam inderdaad 8 seconden tekort. En toen na die 8 seconden stortte mijn wereld eigenlijk een beetje in. En ja, ik moest een uur na dat moment moest ik weer de mat op. En daarna had ik een maand van ellende. En na die maand ellende heb ik mij in januari toch weten te plaatsen. Gefeliciteerd heren, nog even op de foto. Heel mooi. Dan gaan we verder. Ja, het was een druk jaar, maar uiteindelijk heeft het wel laten zien in resultaten. Ik ben 2 keer Europees kampioen geworden in 2 verschillende gewichtklasses. En dat doe je met de sport kickboksen. Ja, dat klopt. Ja. 2015 voor jou een succesvol jaar, Europees kampioen zeg je al. Waar was dat precies? In Engeland. Ik ben 2 keer in Engeland Europees kampioen geworden. 1 keer in Oakhampton, dat was de 1e keer en 2e keer in Aylesbury.